Yvonne Koldewijer deelde onlangs haar opmerkelijke postzwangerschapsreis op haar YouTube-kanaal, waar ze openhartig sprak over haar indrukwekkende transformatie na de bevalling van haar eerste kindje in december. Met een vleugje humor begon ze haar video door te zeggen: Benieuwd hoe ik in acht weken tijd 22 kilo ben kwijtgeraakt? Voor degenen die het hebben gemist, op 8 december verwelkomde ik een prachtige zoon in mijn leven. Op dat moment was ik 22 kilo zwaarder dan mijn oorspronkelijke gewicht. En geloof me, dat vond ik behoorlijk heftig. Volgens Kolderweijer verdwijnt ongeveer de helft van de extra kilo's vanzelf na de bevalling. In de eerste drie dagen ben ik letterlijk tien kilo kwijtgeraakt, onthulde ze. Natuurlijk was dat grotendeels te danken aan de baby en een enorme hoeveelheid vocht. Maar daarna moest ik het zelf doen, en dat deed ik met behulp van intermittent vesting. De juist koningin, zoals ze liefkozend wordt genoemd, was vastberaden om afscheid te nemen van haar extra kilo's. Ik sta altijd om zes uur ochtends op. Dus mijn vaste periode was van 6 uur ochtends tot 12 uur smiddags. Het was best intens, en mensen vonden me behoorlijk geobsedeerd, vervolgden ze. Natuurlijk zeg ik niet dat dit voor iedereen de juiste aanpak is, maar geloof me, als je jezelf niet meer herkent, als je je schoenen niet meer paast. Echter, het verliezen van de laatste kilo's was geen sinecure voor Koldenweijer. Dus, tijdens de uren waarin ik mocht eten wat ik wilde, koos ik ook nog eens voor heel gezond voedsel. Ik moet toegeven, ik ben behoorlijk gedisciplineerd en een doorzetter, benadrukte ze. Na acht weken was Coldeweijer weer terug op haar oorspronkelijke gewicht. Al een hele maand behoud ik nu hetzelfde gewicht en nu ben ik vastbesloten om weer te gaan sporten. Dat heb ik namelijk niet gedaan vanwege de keizersnede. Maar nu voel ik me weer helemaal mezelf, dus ik ga aan de slag met een personal trainer.